Bent u het met mij eens dat je de mate van beschaving van een land kunt afmeten van de mate waarin mensen de mogelijkheden hebben om voor zichzelf op te kunnen komen? Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Dan geef ik nu het woord aan de heer Krol namens 50+. De toegang tot de rechter lijkt beperkter te worden. Wij vinden dat een zorgwekkende zaak, want een rechtsstaat die niet voor iedereen toegankelijk is, is in feite geen rechtsstaat. Dank u wel, meneer Krol. Dan ga ik naar de heer Groothuizen namens D66. Ook voor mensen met een kleine beurs moet het recht altijd bereikbaar zijn. Ik ben blij te lezen dat de minister een betere vergoeding wil en hij zet een eerste stap. Maar hoe groot is nou die eerste stap? En wanneer komt die? Want de sociale advocatuur wacht al heel erg lang op een antwoord. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Nispen namens de SP. En wat mij betreft valt de minister voor rechtsbescherming behoorlijk door de mand als hij zegt dat er pas budgettaire ruimte komt voor een eerlijke vergoeding voor de sociaaladvocaat als het aantal zaken is teruggedrongen. Dat is duidelijk, dus dat is zijn agenda. Maar we zijn hier toch niet aan het boekhouden, voorzitter. Het gaat om de toegang tot het recht, het fundament van onze rechtsstaat. Voorzitter, er zijn een paar punten in het plan die ik als positief bestempel. Maar ik zie heel veel onderdelen uit de brief waar ik me hele grote zorgen over maak. Over de aanbestedingen van de rechtshulppakketten. Over het introduceren van een poortwachter, waar je verplicht langs moet voordat je überhaupt een gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt. Over de hogere eigen bijdragers, die in sommige gevallen zelfs kostendekkend dreigen te gaan worden. Het feit dat gemeentes niet meer uit de bijzondere bijstand die eigen bijdrage mogen vergoeden. Ik zie niet hoe dat moet. Dus ik zie heel veel onderdelen waar ik me echt grote zorgen over maak. En dat vind ik ook wel zo eerlijk om hier te zeggen. Dank u wel, meneer Van Nispen.